Dit heb ik meegemaakt in 1976. Ik was met een groep van ongeveer 25 personen met een bustochtje naar Blakawatra. We waren tussen de 12 en de 18 jaar. Ik kon niet zwemmen, dus ik genoot wel van anderen die in het water waren. En ik genoot van de natuur, van de vogels in de bomen, van de bomen om me heen. En ik genoot gewoon van alles. Degenen die in het water waren, die riepen mij van, kom ook in het water is lekker koel, je zal genieten. Ik zeg, nee, ik blijf hier. Ik kijk wel van hieruit, want ik kan niet zwemmen. Op een gegeven moment duwde iemand mij in het water. Het ging zo snel, ik kon niet zien wie mij geduwd had. Ik raakte in paniek en ik schreeuwde om hulp, dat ik niet kon zwemmen. Ik spartelde en ik voelde dat ik het niet lang meer zou volhouden. Ik kwam helemaal onder water. Ik was helemaal onder water. Mijn longen liepen vol. Ik raakte nog meer in paniek. Ik dacht, dit is het einde, ik ga dood. Niemand helpt mij. Dit is mijn einde, ik zie mijn familie nooit meer. En terwijl ik zo in paniek was, voelde ik de energie van mijn moeder. Ik zag de politie bij mijn moeder thuis gaan en haar vertellen dat ik was overleden door verdrinking. Ik zag mijn moeder gezicht. Ik zag haar verdriet. Ik voelde haar verdriet. En wat ik het laatste herinnerde, dat ik onder water een soort van licht zag. Ik kan het niet omschrijven. En ik dacht, dit is het einde. Het is voorbij. Ik zie nooit meer mijn familie. En geloof het of niet, ik kwam weer bij. Ik lag onder een boom. Er waren kinderen om mij heen. En ik bedankte iedereen die in de buurt van mij was. En maar iedereen zei tegen mij, nee, ik heb je niet gered. Ik weet niet wat er gebeurd is. We zagen je onder een boom liggen. Niemand kon mij vertellen wat er gebeurd was en hoe ik onder een boom terecht kwam. Terecht was gekomen, bedoel ik. En ik heb nooit geweten wie mij gered heeft. Ik heb nooit geweten wat ik precies gezien heb onder water, wat het licht betreft. En ik vraag me af, is er misschien een soort dimensie, daar onder water, Blakawatra? Ik was toen de tijd een puber, dus ik wist niet wat ik ervan moest denken. Maar in ieder geval, ik ben dankbaar dat ik gered ben. Door wie dan ook. Dit heb ik meegemaakt in 1976.